Er zijn inderdaad al heel veel hotels, maar ik denk dat de vraag op dit moment nog altijd hoog genoeg is om een hotel als dit te starten. Een jaar geleden heb ik het overgenomen, dus mijn voorgangers hebben dit concept bedacht. Het is een klein hotel natuurlijk met 8 kamers en je moet praktisch nadenken. Praktisch nadenken, hoe wil je dingen aanpakken, hoe ver kun je gaan met gasten, in hoeverre kun je een stukje zelfstandigheid en een stukje vertrouwen geven. In hoeverre krijg je dat vertrouwen ook terug van gasten. Want het is een feit dat hier 's avonds bijvoorbeeld niemand aanwezig is of 's nachts niemand aanwezig is. En dan moet je een vertrouwensbasis met mensen hebben. En die geef je door die persoonlijke aandacht. Waarom ben ik in Maastrichtse toppen? Waarom zou ik dat graag willen zijn? Ik denk dat ik iemand ben die zich hier als een vis in het water voelt in deze stad. Ik heb uitstapjes gemaakt naar andere steden of andere gebieden. Maar altijd teruggekomen naar hier, want dit is mijn stad. En in mijn stad mag ik mijn onderneming hebben. En ik denk dat mij dat een Maastrichtse topper maakt.